Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty. Jazeker, we zijn er weer. We zijn weer op het mooie Zwijnstein. Onderweg naar Hagrid, even een gezellig bakje thee. We gaan op weg naar Harige Ingrid. Naar Harige Ingrid, oké. Okay. Ja. Dan gaan we eens even kijken of wij wat kunnen doen. Ik weet niet wat Hagrid ons laat doen vandaag. Moeten we ingrediënten voor iets zoeken of zo? Nou, Hagrid gaat ons een plekje laten zien waar wij de ingrediënten kunnen krijgen. Ah, alle ingrediënten of maar eentje? Alle. Nice. Hij heeft ze allemaal in zijn tuintje. In zijn tuin. Ja, in zijn tantoe grote tuin. Ja, in zijn hele grote tuin. Om je tweelingbroers uit het bos te jagen. Hé hey Ron, er is ingebroken bij Goudgeit. Luister. Er is ingebroken in Goudgeit. Hoe durven ze? Iets te stelen. Ik ben verschrikkelijk woedend. Benadrukken dat er niets om vreemd is. Dat kan toch niet? De kluis in kwestie, nummer 713, was dezelfde dag toevallig al geleegd. Nou, dat is ook gek. Ik ben met Hagrid bij die kluis geweest. Oh, Harry, jij bent wel echt specifiek. Weet jij toevallig waar ik op het schoolterrein planten kan vinden? Ja hoor, overal. Wat een loser. Ja. Wat een vuile loser. Ja, maar ik zeg maar, dat ze heel specifieke plantjes kan vinden. We zeggen, je staat naast de kassen. Je mag best even kijken. Maar let wel op. Iets nachts naartoe gaan hoor. Nou, dan gaan we maar eens even op plantjesjacht. Gezondheid. Dan gaan we maar eens even op zoektocht. Kijk, want hier kunnen we nog niet heen. Die spreuk hebben we nog niet. En daar kunnen we ook nog niet heen. Oké, dan moeten we sowieso deze kant op. Ja. Oh, jet! Milan, deze games zijn bedrog. Ja, deze heeft ook al een Sponsifico, of niet? Ja, in deze game leer je al Sponsifico. Ja. En het is nog maar deel 1. En in de computer leer je pas in deel 2. Ja. Opzetten zijn het. Hoe durf je de auto te stelen? Ja. Nee. Er moet hier ergens een deur zijn. Lumos! Misschien moet ik de spreuk Lumos eens proberen. Ah ja, we moeten hier sowieso nog een keer terugkomen. Want er zit hier een Aloha Mora deur. Yup. Piem. Oh, deze kant op. Ketelkoek. Ja. I got me some ketelkoek. You got yourself some ketelkoek? Ja. Some ketling cooking. Altijd lekker. Zeker lekker. Oh ja, dit kan ik me herinneren. Dit vond ik niet leuk. Oh ja, nee, dat stuk. Och. Waar kon ik zo best ook weer heen gooien? Ja, dat is zoeken is dat vinden. Vind je niet, is de zoek. Mm-hmm. Dropt hij hem nou gewoon ergens? Ja, ik dacht van, gezoekt het maar uit met je kabouter. Met je kabouter nog wel. Het is toch kabouter? Ja, het is inderdaad kabouter. Waar te kloppen ze niks bij. Nee, die heeft geen schuif van kans. Ik vind het trouwens wel mooi als je die dwergen weggooit. Die zeggen ook gewoon... In de GBA games... Ja. Heb je ook zo'n stukje dat je kabouters moet gooien op het nest. En dan moet je die kabouters over een hek heen gooien. Oh, dat hebben we in deze game ook, in de geheime kamer. Oh, echt? Ja, hebben we in deze game in de geheime kamer. Zeg, want dat heb ik toevallig bij de PlayStation 1 versie ook moeten doen. Mm. Alleen toen gooide ik eentje vol tegen een telefooncel aan. Wat? Ja, je moet objecten raken voor bonuspunten te krijgen. Ah. Ja, dus ik had een keuze en de telefooncel raakte ik ook gewoon bij de eerste worp. Nice. Zo, ik heb het eerst in de grijn binnen. Huh? Ja, dat is heel verwarrend. Je moet van links naar rechts. Van voor naar achter en van links naar rechts.
Nog meer dwergen? Ik snap het. Hoe kan je de eerste ingrediënt al hebben? Ja, zoek eens wat vinden. Nou. Oh, Harry. Pest mij. Wat kan je dit is degene die je hebt, toch? Of niet? Ja? Oh, maar dan was je gewoon sneller dan ik. Ja, ik was gewoon sneller. Oh, what the fuck? Dan was je wel heel snel. Kijk, komen er dan nog meer van die kutbeesten? Ja. Maat. Kijk, kan ik hier al heen? Nee. Oh, dat kan. Oké, top. Nee, neem ik nog even dat tovenaarskaartje mee. Doe dat maar eens. Ja, want ik wil die extra health bar wil ik best wel hebben. Harry, waarom? Oh, dit is zo'n... Oh, dit is zo'n echt zo'n, weer zo'n drama. Dit, je kan je niet pakken, want je kan er niet komen. Harry zegt op een gegeven moment tegen jou van ja, hey, je zoekt hem maar uit, ik kan niet verder. Ja? Poes. Ja. Is dat gewoon een fout in de game? Ik denk het wel, Raar. Nou ja, dan gaan we nog wel eventjes wat weggetjes, Oh, je past trouwens wel op, die plateaus kunnen je trouwens echt gruwelijk in de weg zitten. Dat geloof ik. Het. Nee. Ja, fijn is dat. En dan doe je al die moeite vervolgens het weg te moeten pakken die je vervolgens in de weg gaat lopen. Kijk, waar is die laatste? Oh, daar. Wee. Oh, daar gaat die laatste tovenaarskist ding van open. Ja, ik wil graag een kaartje. Hey, oh, je merkt trouwens als het een... Oh, dus ja, je merkt trouwens ook als het een pakket is, want er zit een rood strikje omheen. Ja. Zo, dan gaan we maar weer terug, want volgens mij kennen we voor de rest niks. Nee, want voor de andere heb je alle Omora nodig. En die hebben wij nog niet. Stom. Nou, eens kijken wie de derde staat. Hufflepuff of Ravenclaw. Een tovenaarskaart. Zeg, want het is geen straat van de eerste en tweede plek, maar het gaat erover hoe goed de AI onze afdeling doet. Maar volgens mij is Hufflepuff toch altijd laatste. Nou, dat is, ja, ik wil zeggen, volgens mij is dat af en toe nog wel eens verschillend, maar... Zo, ik heb gewoon 20 punten meer dan Zwadderig. Lekker, man. Zeker, ik lig trouwens in mijn bed, hè? Ja, wel te rusten. Ja. Zo, bij mij is het al nacht. Hallo, luidjes. Oh, Ron! Nee, het zal wel zijn als Draco nog wel af had ik een Daafra gaat schieten op mij. God. Oh, je kon gewoon zo einde dag doen, maat. Ja, daarom dat deed ik meteen toen ik hem pakte. Ik word hier zo hard genaaid. In mijn kontje. Ai, ai, ai. Ja, dat is zeker ai, ai, ai. Nee, ik wil zeggen, wij gaan deze nacht gaan wij Alohomora liggen. Jee. Met het geheime boek. En de bibliotheek, toch? Ja. Och, Hermeline! Ha, ze kan er niet meer in. De dikke dame is weg. What a loser. 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 Welke verdieping was het trouwens? Kom op, Harry. Oh, dat komt mooi uit, want ik weet er binnen door naar de verdieping. Oh.
Gassen! Rol, leave Britney alone! Ja, arme Britney. Volgens mij dacht hij open sesame. Als hij je probeert te behexen, ontwijk de spreuk dan. Dankjewel. Even kijken, ik moet naar de piep, hè? Half 12. Nee, niet. Moet ik hierheen? Weet geschiedenis van de toverkunst. Jij gaat terug naar bed. Welke kant moet dan op? Oh, zeker. Tweedledee en Tweedledaa moeten zeker ook mee. Oh, wat een kutzooi! Ah, loserboy! Loserboy! Oh, je moet ze meenemen, wat een ellende! Ron, Hermeline, meekomen! Goed, maar ik heb jullie gewaarschuwd. Morgen in de trein naar huis zullen jullie aan mijn woorden terugdenken. Jullie zijn zo! En wat moet ik nu doen? Dat is jouw probleem. Wij moeten gaan. Oh, een ellende. Nee, ik loop even snel binnen door. Maar nee, ze moeten weer mee naar beneden. Oh, je moet trouwens op de derde verdieping zijn. Geloof ik dit? Dat is van jou. Oh, tuurlijk. En nou kan die deur wel ineens open. Godsamme. Hallo, Draco. Ja, vierde, hè? Ja. Oh jee. Hij wordt hier gewoon vastgespeeld. Het lijkt jou wel. Oh ja! Dat jij zo wilt winnen, dat is echt verbazingwekkend. Oh, je zegt geen idee tegen mij dat ik net eens even die verdieping moest. Ja, maar toen was het obvious dat dat niet moest. Ja, oké. Volg me, dan kunnen we dit uitvechten. Huh? Tot ziens, Gryffindor. Dat weet je wel heel specifiek, Hermeline. Wat weet je heel specifiek? Dat ze weet hoe je er snel bij de piep komt. Ja. Hij kan er elk moment zijn. Tot ziens. Doei, Draco. Ja, zie je, Malfoy heeft gewoon vastgespeeld. Op gewoon zo'n luik. Weet jij met welke spreuk je een slot opent? Toevallig wel. Hallo, bibliotheek. Give me knowledge! Open deuren. Maar ik weet niet hoe je moet uitspreken. Ik heb wel ergens gelezen dat het Alohomora spreukenboek in de bibliotheek... Zo, oh, wat een mooie kleur. Ik heb gehoord dat je sneller in de bieb kunt komen. Ja, dat is echt wel onzin dat zij heeft gehoord dat je via die gang sneller bij de bieb kunt komen. Ja, nee, daarom, hè. Dus, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ik vind je verder wel aardig hoor, Hermeline. Ja. Maar het ergste is, we kunnen zo meteen dus weer terug naar dat huisje om een ander ingrediënt te gaan halen. Oh, Mila, je grote vriendinnen zijn er. De geesten. That's a little bit vermoeiend. Ja. Maar het positieve is, bij de bieb kun je altijd terugkomen. Hallo, Humora! Ja. Hallo, Humora. Ron, ga aan de kant! Leave Britney alone. Het Alohomora spreukenboek. Ja. Het Alohomora spreukenboek. Jezus, wat dit duurt. Ja, dat is echt. Dat vond ik altijd super kut aan Alohomora in deze game. Ja, mag ik er doorheen? Ik word meteen in mootjes gehakt door deze bitsen. Bitsen nogal? Ja. Oh, en. We zijn er geweest. Oh. We zijn er geweest. Daar hebben we Jerry. Ja. Nee, Jerry. Ja, Jerry. Ja. Straks word je nog gewoept. Ja. Moeten we niet hebben, dan ben ik helemaal verdwaald. En daar ben ik al, dus...
Hallo, Mora. Emmeline, jij liegt bij het leven. Waarom ze liegt ze bij het leven? Ja, ze zegt deze deur door, maar... Ik heb zo'n idee dat het niet echt een veilige deur is. Oh, oké. Die deur was wel goed, alleen die... Rol jij met je slechte ideeën! Mm. Hallo, pluisje. Oh, Snape. Snape. Severus Snape. Severus Snape. Dumbledore! Oh, we zijn echt Snape net voorbij gelopen. Want Snape loopt nu de kamer van Pluisje in. Pluisje. Ja, ze zijn niet goed hoor. Hé hey Harry, wil jij ruilen? Oh, we vallen meteen weer aan. Zo. Ja, jij weer met je ideeën, Hermeline, echt. Niet meer normaal. Nee, het is niet te doen, snel, joh. Snel, hier naar binnen. Dat was op het nippertje. Ron, wat ben je aan... Wacht, waar zijn we? Oh, nou zijn we ineens hier. Wacht. Oh, natuurlijk, we zijn even verdieping naar beneden gevallen. Je hebt een game gewonnen als je het eerste de aftiteling ziet, toch? Ja. Zo? Nou ja, dat is gewoon eventjes om de regels clear te maken. Ah, oké. Okay. Omdat we elke keer best wel dicht bij elkaar zitten, zeg maar. Ja, het is inderdaad degene die als eerste credits heeft. Sorry, Harry. Het is deze deur. Emmeline, loop door. Zo, dan ga ik eens even kijken wat hierachter verstopt zit. Magische poeder. En die had jij nog nodig, want die was op. Ja, die is... dat gaat op bij... dat is op voordat je het door hebt. Ja. Zo, de deur gaat al open terwijl Slollen moet draaien. Wat hebben we hier? Hé, hey, tovenaarskaartje. En beam. Leave Britney alone, leave Britney alone. Harry, loop gewoon die deur door. We zeggen Milan en ze waren op de 17e verdieping, Harry, dus loop door! Zeg, ik wil heel graag voor jou extra littekens verzamelen, maar... Kapoet, Draconis. Je Draconis is zelf kapoet. Ah joh. Zeg, in deel 2 is het Fortuna Major, dus ja. Nee, dat is deel 3. Is dat deel 3? Oh. Dat is deel 3. Dan is het varkensnuit. Ja. Kijk naar bed? Ja, ik kan naar bed. Oké, top. Nee, je wil niet naar bed. Jawel, ik lig in mijn bedje. Lekker warm. Lekker genieten. Is lekker. Nou, eens kijken wat we vandaag hebben. Kaart. Hallo. Oh, hebben we het? Ja, oh ja, tuurlijk. We gaan het niet over hebben welke les we hebben. Nee, we hebben het over zo'n beest met 3 koppen. Wacht, ja, een beetje fair point, Harry. Kapot, Draconis. Zeggen, je zou toch niet naar een luik gaan kijken terwijl een beest 3 koppen heeft, wat je normaal nooit ziet. Nee. Oh, we hebben bezweringen. Tweede verdieping? Volgens mij wel. Ja, Ron, ik loop voor je. Met kom Harry, volg me. Jij volgt mij, bitch. Ja, wat denk jij? Ik jou volg, hè? Daar heb ik toch eigenlijk zo niet... Herbeline is echt een bitch in deze game. Oh ja, 100%. Een vuile bitch zelfs. Geen gewone bitch. Maar een vuile bitch. En even kijken, volgens mij was die ruif.
of heel gevaarlijk. Of allebei. Nou, we hebben nu in ieder geval... Oh, tijd is op! ...naar bezweringen. Volg mij maar, Harry. Het was al 20 minuten. Goed zo. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, want dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.